als je ze zo op strijd wint en inzet, dan mag je heel blij zijn met de 3 punten. Verklaar het eens, waarom was dit niet een goede avond voor de Graafschap? Dat is moeilijk, die zitten er wel eens tussen. Dan is het belangrijk dat je ze op inzet en strijd gaat winnen. En dat hebben we goed gedaan. Dus gauw 3 punten dit. Veel wijzigingen vandaag ook in de basis zelf. Speelt dat mee misschien? Toch niet de basis waar je normaal mee speelt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk de jongens die hebben ingevallen en basis stonden, hebben het prima gedaan. We hebben met z'n allen hard gewerkt en verdienen 3 punten. Is de spoeling dan toch dunner dan je denkt misschien op zo'n moment als je dat vandaag merkt? Nee hoor, we hebben een grote selectie. Iedereen is gewaagd aan elkaar. Het is alleen maar goed. We brengen het beste in elkaar naar boven. Eigenlijk samen met je broer vandaag breng je de boer een beetje op sliptouw. Dat wil ik niet zeggen. We hebben het als team goed gedaan. Dat was het belangrijkste. Verdedigend weer de 0 gehouden. Dus Philip die nog een goede bal pakt in de tweede helft. Dus dat is lekker. Probeer dat doelpunt eens te omschrijven, want daar heb je een belangrijk aandeel in. Ja, ik was vrij en ik dacht ik schiet gewoon. Er zat een zwabbertje in. Toen kwam hij toevallig bij Daryl en die schoot er goed binnen. Is dat iets wat van tevoren besproken is? Een doelman die de ballen vaak loslaat? Nee, niet per se. Dat was een beetje op intuïtie. Dus, maar het pakt goed uit. Dat is alleen maar lekker. Wat gaat het op dat moment wel door je hoofd heen? In de eerste helft heeft hij al zo'n moment gehad. Hij laat de bal los, dan maar schieten. Ja, je zag ook wel de tweede helft dat we meer gingen schieten van afstand. Natuurlijk moet je dat doen. Als je één bal hebt losgelaten, dan wordt hij misschien onzeker. Maar 1-0 is prima resultaat. Wat betekent het als je moeizame, slechte wedstrijden misschien wel kan winnen? Nou, dat je hoog mee gaat doen. Dit zijn gouden punten. En op naar volgende week en pakken we ze ook. Want heel eerlijk gezegd, inderdaad, vandaag hebben jullie niet heel veel kansen gehad. Nou, ik denk tweede helft wel natuurlijk. Het lag het open. Hadden we denk ik moeten beslissen. Maar zij kregen ook nog een goede kans natuurlijk. Dus die pakte Philip goed. En, als iedereen scoort, dan is het genoeg. Hè? En nog wat mist erbij, dan wordt het wel een bijzondere avond natuurlijk. Als wat? En wat mist erbij? Ja, precies. Dat kwam de tweede helft wel opspelen. Ja, maar we hebben goed gespeeld, goede inzet getoond en prima. Volgende week wel wat beter tegen Almere natuurlijk. Ja, daar gaan we wel voor. We kunnen goed voetballen, dus dat moeten we wel blijven doen. Maar wat ik al zei, als je deze wedstrijd ook op inzet wint, dan kunnen we wel hoog gaan eindigen.